Leo Club Kankantri heeft in samenwerking met Stichting Help Us, Help Them en Stichting Sickle Cell Anemie en Thalassemie in het kader van Wereld Sickle Celdag gisteren een educatieve wandelrally georganiseerd. Dit project heeft onder andere als doel om de bewustwording van het ziektebeeld sikkelcellen onder de Surinaamse samenleving, in het bijzonder de buurtbewoners van Flora en omstreken, te vergroten, zegt Leo Pinas, president Leo Club Kankantri. John Codrington, voorzitter van Stichting Sikkelcel Anemie en Thalassemie, legt uit wat sikkelcel precies is. En wat heb je bij mensen die sikkelcel hebben, is dat het bloed, die rode bloedcel, niet lekker rond is zoals u daar ziet, hè, linksboven, maar dat die dan een beetje gesikkeld wordt. Het lijkt bijna op een bakoven die krom is. En zo gaat het door het lichaam. En dat is precies het probleem bij mensen met sikkelcellen. Dat zodra die cel een beetje krom is, dan kunnen ze aan elkaar haken terwijl ze in het bloedvat stromen. En doordat ze aan elkaar haken, kunnen ze soms verstoppingen geven. En door die verstoppingen krijg je dus dat de mensen pijnen kunnen krijgen. Want het bloed kan even niet verder. Het wordt vaak wel weer opgelost, want als ze voldoende drinken, een infuus soms hebben, dan zie je dus wel dat dat weer opgelost wordt. Maar het kunnen dingen zijn die soms weken kunnen duren voordat mensen bevrijd zijn van die pijnen. Dus dan heb ik ook al aangegeven wat een van de symptomen zijn, een van de zaken waarmee mensen leven met sikkelcel te maken hebben. Codrington geeft verder aan dat de stichting vaker klachten krijgt dat personen die leven met sikkelcel bij het solliciteren worden afgewezen omdat ze een te lage salie hebben. Rakesh Gaidar-Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, zegt dat de zorg naar de samenleving moet gaan verbeteren vanuit het ministerie. Het is geen makkelijke, maar we blijven aan de weg timmeren. We blijven aan de weg timmeren en vandaar dat ik als onderdeel van het ministerie dat ik overblijf. Dr. Codrington, u weet het, we hebben gesproken. Ik kijk uit naar andere suggesties en mogelijkheden om de zorg naar de gemeenschap toe. En in dit geval voor sikkelcelziekte, om die zorg te verbeteren. We weten wat er kan, volgens de wetenschap. Wij moeten ervoor zorgen dat wij het beste voor de samenleving moeten proberen te behalen. Volgens Codrington leven zo'n 20.000 mensen in Suriname met de sikkelaandoening. Sikkelcel is erfelijk en het kan van ouder naar kind worden overgedragen.